Jongens, Freek hier live vanuit de jungle in Costa Rica. Ik wil jullie even ontzettend veel plezier wensen met jullie musical Jungle Beat. Zet hem op, vooral als je Freek Pronk speelt natuurlijk. Dit was Freek vanuit de jungle. Later. Precies. Benny Vrede presenteert de musical Jungle Beat. Een vrolijke, knotsgekke musical van de makers van De Tent op z'n Kop en De Visplaneet. Maar hé, hey, waar gaat die eigenlijk over? Onder leiding van Freek Pronk gaat deze groep op excursie. In de jungle! Nee meiden, dit is geen escape room, maar een echte jungle. Jungle beat, voel je niet. Jungle beat, hoor je niet. Jungle beat, kom geniet van jungle beat. Wow, jungle beat, voel je niet. Jungle beat, hoor je niet. Jungle beat, kom geniet de trommelstraten. Lieve kids, heel veel succes met jullie musical, genaamd Jungle Beat! Succes! Jullie kunnen het. Dank je, mannen. Wat is dat? Hoort de groep een meisje roepen? Even luisteren. Ja, ze is een noot. Maar wacht eens, is dat een slang die meer op een sok lijkt? En wat is dat voor knullige Tarzan? Pas toch op! Niet aan die idee! Oké, deze doen we even over. Take 2. Oh, wacht eens. Er wordt een film in de jungle opgenomen? Leuk, hè? Met een angstig stuntteam, camera, geluid, acteurs met een... ja, dat is een verkeerd kostuum. Afdeling kleding. Heb het nou weer. En natuurlijk een hysterische regisseur. Geluid, camera en actie. Film, film, film. De wereld van de film, dat is het helemaal. Humor, drama, spanning. De wereld van de film, die heeft het allemaal. Er wordt keihard gewerkt aan de knaller van een hit. En iedereen die in de bios zit, die roept dan film, film, film. De wereld van de film, en deze vind ik geniaal. Geniaal! Geniaal! De excursiegroep kan dus weer mooi verder. Dit is Kenny Boeien. Niks kan hem boeien. Nee. De jungle niet, de film niet. Nee. Zijn maat Slimme Sjaak ook niet. Nee. Maar die heeft gehoord dat er een plant in de jungle is met gouden bladeren. Maar heeft actrice Claire van Wouten die niet op haar hoed zitten? Kenny moet van Slimme Sjaak meedoen aan de film. Om zo die hoed te pakken. Ze snijden de liaan door van hoofdrolspeler Sam. Huh? Zodat hij valt en Kenny hem dan moet vervangen. Wat een geklungel in de jungle. Dat kan toch nooit goed gaan? Lieve kids, heel veel succes met de musical Jungle Beat. En mijn lievelingsliedje is natuurlijk Bungle in the Jungle. Succes. Ik bungle. Kenny vervangt Sam, maar in plaats van de hoed te stelen van Rob Rob, die alle spullen op de set in de gaten houdt, vindt Kenny het juist heel leuk om bij de film te werken. Hij maakt zelfs een beter verhaal en nieuwe vrienden. Eindelijk iets wat Kenny boeien kan boeien. Maar Slimme Sjaak is kwaad en jaloers. Wat een ellende. Is hij dan wel een echte vriend? Vraagt Kenny zich af. En daarom zingt hij het prachtige liedje. En Kenny zet door. Gouden bladeren doen hem niks. Ja, een gouden film. Hij verzint een grappig verhaal van Croco Bill. Vriend van de krokodil. Ik zeg... Actie! Zie
groep geniet ondertussen van de jungle. Al klaagt mevrouw van Jengelen dat ze nog steeds geen selfie met een olifant heeft. Schande! En nee, meiden, dit is echt geen escape room. Geniet toch meer van de natuur. Net als Sonny. Ze doet het geluid van de film. En de geluiden van dieren vindt ze het allermooist. Kwetsbaar is klein en soms groot. Kwetsbaar zijn alle dieren. Kunnen zij maar met ons praten, houdt men eerder in de gaten. Wat men doet, wat men deed. Kwetsbaar is klein en soms groot. Kwetsbaar zijn alle dieren. Hier Tim Dauwsma. Ik wil jullie heel veel succes wensen met de musical Jungle Beat. Mijn favoriete liedje voor alle dieren. Zet hem op. Nou, en dan nu tijd voor spanning en sensatie. Wie zegt dat? Ik. Slimme Sjaak. Hij laat het er niet bij zitten. Hij verzint een plan om toch die gouden bladeren te krijgen. Hij laat iedereen in de jungle zo schrikken dat ze willen vluchten. En de film dan? Jongens, geen paniek. Oh, blijf toch kalm! Plezier met jullie te gekke i-musical Jungle Beat. En mijn favoriete nummer is natuurlijk Gaan we die banaan. Een musical over vriendschap, lef en je dromen uit laten komen. Voor iedereen een leuke rol en een handige app. Gaan, gaan, gaan met die banaan. Hallo, hier Carlo Boshart. Beetje gek zo, hè? Zo is beter. Jongens en meisjes, heel veel plezier met de musical Jungle Beat. En als je nou afvraagt, ja, hoe kom ik daar nou? Dan, hoe kom je nou eigenlijk in de jungle? Volg de beat. Ja, natuurlijk. Dat zeg ik toch. Bedankt. Graag gedaan, rare vogel. Doei, doei.